Een trio doctoraatstudenten van de Universiteit van Utrecht deden een opmerkelijk onderzoek met een opmerkelijk resultaat. Ze kwamen er namelijk op uit dat 12-jarigen die een voorkeur hebben voor rock, heavy metal, gothic, punk, R&B, hip-hop, trance of techno, meer kans maakten op klein crimineel gedrag doorheen het onderzoek. Maar komt dat ene wel door dat andere? Het probleem is dat in de media... Pedro de Bruyker is pedagoog aan de Artevelde Hogeschool en weet heel veel. En heel vaak correlatie verward wordt met causaliteit. Dat is oorzaak-gevolg. Dus wat is dan correlatie als het niet oorzaak en gevolg is? Stel je voor, je staat elke ochtend op hetzelfde uur aan de bushalte. En over straat staat elke ochtend iemand anders op hetzelfde uur aan de bushalte. Die twee dingen gebeuren dus op hetzelfde moment. En hoe vaker dat voorkomt, hoe meer correlatie er is. Correlaties kunnen heel interessant zijn, omdat ze ergens wel een voorspelling kunnen inhouden. Maar je weet dat nog niet per se waarom die mensen dat doen. Wel, waarom is er dan meer klein crimineel gedrag bij luisteraars van desbetreffende genres, heer de Bruyker? Daar hebben ze geen uitsluitsel over, daar hebben ze enkel theorieën over. Ik bedoel, ze hebben niet onderzocht wat de echte reden kan zijn, maar ze weten wel vanuit ander onderzoek dat bijvoorbeeld het kan zijn als je bepaalde muziekgenres gaat beluisteren, dat je meer gaat afzonderen, dat er meer een verwijdering ontstaat tussen moeder, tussen het gezin en het kind. Ja, zo'n onderzoeken, ik vind dat echt absurd. Brent van Este is frontzanger van de wat rumoerige band Take No. 8 en doet de lucht maar wat graag vibreren met een stevig gitaarspel. En dat maakt mij zelfs boos, want ik zie daar echt geen link. Ik snap dat gewoon niet, dat ze dat durven stellen zelfs. Je hebt mij nu al heel vaak, mogelijk, misschien... Ik bedoel, ook daar zijn de onderzoekers zelf heel voorzichtig in. Ik denk dat iedere persoon zijn eigen verhaal kan heeft. En gelijk naar welk liedje dat je luistert... Ik vind dat mooi als iemand daar zijn eigen verhaal rond kan creëren van een liedje. En misschien heeft die schrijver iets volledig anders bedoeld daarmee. Of wat hetgeen dat je er zelf bij voelt, dat is belangrijk. Waarom dan zo wild gaan, heer Van Este? Is dat toch niet een tikkeltje agressief? Misschien is dat wel een stuk agressie of opgekropte emoties dat in mij zitten, dat ik gewoon wel wil uitspuwen of vertalen in mijn muziek, om dat een plekje te geven. Maar aan het publiek, ja, het publiek reageert daar misschien soms op zeer wild op, maar is dat dan agressief? Nee, dat is ook... Voor hen is dat ook een uitlaatklep. Ja, ik heb het wel super moeilijk gehad met het verlies van mijn broer. Dus dat heeft wel veel meegespeeld. Maar ik heb dat, ja, door de muziek eigenlijk allemaal supergoed kunnen verwerken. Als je ouder bent van een kind die bepaalde muziekgenres graag hoort en jij vindt dat pokkenharrie, betekent dat wel dat het misschien handig is om toch in feite interesse te tonen, om dichtbij je kind te blijven. Waardoor dat die andere reden die daar kan de oorzaak zijn, dat er een verwijdering ontstaat, tegengaan kan worden. Het heeft niks met de muziek te maken en het heeft wel met te maken dat je misschien als ouder wat breeddenkender moet zijn voor muziek. Muziek leidt dus niet noodzakelijk tot deviant gedrag, maar is meer een indicator voor de ouders om wat meer open te staan voor nieuwe interesses en muzieksmaken.